Ik vind het heel erg belangrijk dat kinderen, dat arme gezinnen, dat ouderen gewoon de mogelijkheid hebben om ook in de zomer daarheen te kunnen gaan. En eigenlijk is het gewoon een begin van een hele belangrijke oplossing. En ik denk dat ik jullie dat daar eigenlijk misschien ook wel mee eens zijn, dat we dat eigenlijk structureel moeten gaan oplossen. Rick, wil jij daar ook over reageren? Ja, daar wil ik me volledig bij aansluiten. Want kinderboerderij is ook iets wat echt volledig in het centrum van de gemeenschap staat. Dus daar hebben ook de arme mensen wat aan. Dus ja, dat het niet een armoedebestrijding is besteed. Ja, ik weet niet precies hoe dat komt. Yes. Maar nu wordt er tenminste aan iets nuttigs besteed. Anders was het blijven liggen. Ja, het jaar is toch maar net begonnen, hè? Nou ja, armoedebestrijding, het is een voorziening, het is cultureel, dat is heel erg belangrijk. Alleen, daar hebben we ook potjes voor, hè? Cultuur. Zeker, maar mag ik nog één ding even zeggen? Eigenlijk, als je goed erover nadenkt, kan je dus sommige gezinnen die uit 8 kinderen bestaan, of 6 kinderen of 4 kinderen.